Goedemiddag, u kijkt naar de weersverwachting van Weerplaza.nl op een zeer onstuimige donderdag. Op de satellietfoto zien we allerlei wolkenvelden. Dat zijn buien die vanaf de Noordzee over Nederland trekken. En ook vanavond blijven we nog van die buien last houden. Ze gaan soms gepaard met hagel en onweer. En ook met stevige windstoten tot zo'n 90 à 100 km per uur. Maar de windstoten nemen geleidelijk wel af en ook de gemiddelde wind neemt aan zee geleidelijk af. Vanavond kan het nog stormen, vannacht staat er meestal een stormachtige wind, windkracht 8. In het binnenland neemt de wind af tot windkracht 5 en de temperatuur daalt naar zo'n 4 tot 6 graden. Morgen overdag valt er nog een enkel buitje, verder schijnt geregeld de zon. Het is een hele aardige dag en vooral in de middag gaat ook de wind afnemen, in de ochtend staat er aan zee nog windkracht 7. Zaterdag gaat het in de nacht en ochtend regenen, in de middag breekt de zon weer door, het wordt 8 tot 9 graden. Ook zondag hebben we af en toe zon en enkele buien, en dat geldt ook voor maandag. Al met al blijft het de komende dagen dus wisselvallig weer, maar de wind wordt wel minder sterk. Ik ben Michiel Severin van weerplaatsen.nl